Kijk, mijn microfoon zit er trouwens een paar lekkere vlekjes op, maar dat is niet wat je denkt. Zie je het probleem? Hij hangt helemaal scheef en dit moet even getaped worden, dus we gaan even tape zoeken. Ja. Laarzen check, gereedschap check, bouwhelm check. Bob de Bouwer, kunnen wij het bouwen? Bob de Bouwer, nou en oh. Oh, tape? Ik zie nergens tape. Helaas. Het is geen tape. Het is geen tape. Dat is geen tape. Shit. Geen tape. Ik heb nog één oplossing, kijk. Haha. Kijk. Hij heeft nog wel een mooi tapeje, maar het fixt gewoon niks. Dus ja, helaas, ik ben niet zo'n goede timmerman. Jammer. Mensen vragen zich nu waarschijnlijk af, waarom draag je geen pet? Want nu ziet je haderen echt een keertje niet uit. Goeie. Geen idee eigenlijk. Gewoon voor lol. Doen we maar een keertje niet. Heb jij het al gehoord? Nee? Wat is het dan? Armo met 6. Nou, oh! Oh! Een speciale dag. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Armo was right. Ja, je weet het wel. Die man van die pranks. Armo was right. Onder andere bekend van zijn muziek en van zijn pranks. Heeft een hit opgenomen met 6ix9ine. Ja. Of tenminste een hit. Sommigen noemen het muziek. Zullen we eens even luisteren? 6ix9ine. Armo, hij stond al bovenaan. Armo 6ix9ine Boezoo? WSHH Exclusive Official Music Video. Ja, hier word je ontzettend blij van. Oh, en hier word je nog blijer van. Ik had hem echt niet gedisliked hoor. Nee. Voor de mensen die het niet weten, 6ix9ine is een hele bekende Amerikaanse rapper. We kunnen hem wel even opzoeken. Ja, hij heeft een Wikipedia pagina. Dat is best wel cool. En hij heeft ook een Instagram pagina waar hij 15 miljoen volgers op heeft. Dus je kan wel zeggen, deze man is best wel een beetje bekend. Ik blijf het vaag vinden hoe deze kerel eruit ziet. Maar ja, weet je, eigen stijl. 2018, mag allemaal, kan allemaal. Hey, geen probleem. Maar deze muziekvideo, dat gaat alweer even een stapje te ver. Hè? Kijk, persoonlijk ben ik al niet zo'n grote fan van 6ix9ine muziek. Want het is eigenlijk gewoon zo hard mogelijk schreeuwen in je microfoon. En kijken of daar een beetje autotune overheen kan. En dan komt er een leuk geluid uit. Dat is een beetje hoe ik de meeste muziek van hem zie. Sommige zijn leuk. Maar het meeste vind ik echt schreeuwlelijke. Maar deze keer heeft hij dus een nummer opgenomen met Armo. En je ziet het, Armo staat als eerste en dan 6ix9ine. Dus het is eigenlijk 6ix9ine met Armo. Best wel vaag. Maar we gaan eens even kijken. Wie weet is het wel een wereldhit. Maar wie weet ook wel niet. Oké, ja, nee, maar het eerste wat je al op kan merken is dat dit schreeuwmuziek is. Ik bedoel, dit is toch geen muziek? Hij schreeuwt gewoon en er komt geluid uit. Dat is het. Armo lijkt in deze clip een beetje op de jongen die ook gewoon cool wil zijn. En een beetje wil lijken op de coolste jongen van school. Dus gaat hij een beetje achter hem lopen, een beetje stoeren. Maar eigenlijk is het gewoon best een kneus. Ja, oké, tot nu toe is het nog 6ix9ine. Maar we wachten op het moment dat Armo komt. En dat wordt geniaal. Kijk, als je dan toch een muziekvideo met 6ix9ine op gaat nemen, zorg dan wel dat je Engels op een beetje een respectabel niveau is en niet dit. Weet je wat me opvalt? Armo probeert gewoon 6ix9ine na te doen. Hij heeft al van die gekke dingen op zijn gezicht. Wat een beetje lijkt op wat 6ix9ine ook heeft, zeg maar. Nou, het lijkt er niet echt op, maar het heeft wel hetzelfde idee. En hij schreeuwt gewoon net zoals 6ix9ine. Zo hard mogelijk in die microfoon. En doet net of dat muziek is. Maar okay, daar zijn misschien de meningen weer over verdeeld. Maar hij doet gewoon 6ix9ine na. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Wacht even, we zijn nu op 2 minuten en Armo heeft maar een klein stukje gedaan en 6ix9ine doet eigenlijk zowat het hele nummer. Terwijl ik aan de titel te zien dacht dat het Armo met 6ix9ine was, maar het is gewoon 6ix9ine met Armo. Nou ja, laten we nog even luisteren naar de laatste 10, 15 seconden.
Oh, dit was hem. Armo kijkt ook gewoon zo naar 6ix9ine van, oh, ik wil ook net zo cool zijn als jou. Dat lijkt me zo mooi. Dat lijkt me zo fantastisch. Eén ding wil ik wel even opmerken. Er is natuurlijk niks mis met de videoclip. Ja. Kijk, het is al leuk om hier naar te kijken en te denken van, waarom doet onze Nederlandse vriend dit? Maar het is nog veel leuker om naar de reacties te kijken. Die zijn echt geniaal. Armo is mijn lievelingsrapper. Er is het beste in Duitsland. Ik ben stolz daarop Duitse zo zijn. Well, that bitch Armo is German, not Dutch. We moeten de buren de schuld geven van deze miskraam. They're Americans. I'm speaking for all Dutch people when I say this. Armo is not from the Netherlands. He's from Germany. We don't have garbage like Armo in our country. Like zo dat we... Maar, kan niet. Geert Wilders. Armo is a great German rapper. Oh, het is slecht. What a shame for Germany. Hahaha, fucking Armo. Guys, is dit opvallend? Armo. Jarenlang gegund. Hoe staat het eigenlijk voor met Armo's en Instagram followers? Kerel, 500k. Waarom is Armo's account eigenlijk privé? Waarom zou je Armo willen boeken? Nou, oké. Als je Armo boekt, dan komen er wel veel mensen. Het is wel handel. Maar na de tijd moet je wel al het bier weer van het podium afruimen. Want er wordt bier gegooid, geloof dat. Kijk, dan gaat het een keertje goed met voetbal. En dan komt Armo en zet Nederland weer op deze manier op de kaart. Dat is ontzettend jammer natuurlijk. Dat is ontzettend jammer. Maar toch wil ik jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je deze video leuk. Smash dan een blauw duimpje omhoog. Ik zal weer een pet op doen, want mijn haar is natuurlijk nog steeds om niet aan te zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En geef nog even een like. Abonneer even als je wil. En abonneer ook dat zeker is. Abonneer ook zeker op Armo. En heb medelijden met 6ix9ine. Want dit is zijn meest gedisliked muziekvideo tot nu toe. En tot de volgende keer. Doei. Ja, tot de volgende keer. Wie weet upload ik ooit nog wel weer een video. Tot ziens.